Ja, de afstand tussen de punten in een assenstelsel, nou, dat heb je al eerder gezien, vraag 23 was dat, dacht ik. Maar het is nu wel eigenlijk geen doen om echt te tekenen. Wat ga je dan doen? Want die punten liggen wel heel erg ver uit elkaar. En ja, dan kun je zeggen, nou, ik ga zo kijken naar dat verschil. Maar ja, tekenen is toch wel belangrijk hier. Dus dan maak je gewoon een schets. Hè. Als je niet waar een grote kunt tekenen, dan maak je een schets. Dus we gaan een schets maken. Nou, we maken eerst een schets van dat lijnstuk AB. Nou, dan pak ik dus een assenstelsel. En ik ga hierin ga ik schetsen de getallen. Zeg maar, dus ik ga niet helemaal precies zo 2, 4, 6. Dat ga ik niet gewoon doen. Ik zet gewoon ergens op een hoogte. Oh, de O moet er nog wel bij. Min 20,29. Nou, dan zeg ik oké, min 20,29. We doen deze alsof dat daar zit. Hier min 20 en dan daar 29. Dat is ongeveer, hè? Dus dit is dan punt A. Dan heb ik punt B op 13, min 39. Dus dat is 13, min 39. Doe even of dat het daar zit. Zo, dan teken ik hem. En wat ik nu zou doen, is dit er gewoon even bij zetten. B is 13, min 39. Oeps. En hier zou ik bij zetten, als ik jullie was, even kijken welke dat was. Min 20,29. Nou, nu ga je een lijn tekenen tussen die. Dit had netter geweest als ik dit op hokjes had gedaan. Maar ja, het is een schets, hè? Zo. Nou, wat ga je nu doen? Je gaat daar nu weer gewoon een rechthoek omheen tekenen. Pak ik nu wel eventjes mijn stippellijnen voor. Kijk, en dan ga je omlaag, 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 tot je B tegenkomt. En dan gaan we hier opzij zo. En dan hebben we een rechthoekige driehoek gemaakt. Nou, je weet inmiddels dat we dan dat punt vaak P noemen, hè? Nou, en nu hebben we zo meteen voor Pythagoras willen ze de afstand, de blauwe lijn willen ze weten. Dus ze willen AB willen ze weten. Wat is die afstand? Hoe groot is AB? Dus de paarse lijn, die afstand moeten we gaan uitrekenen. Dan hebben we de rechthoekzijde. Nee, nou, dan kun je ze uitrekenen, want die ga je nodig hebben om die schuine lijn uit te rekenen. De afstand van die schuine lijn. Dan gaan we dus even kijken, wat is nu die afstand? Ja, hier zit je op, zo op 29. En hier zit je op hoogte min 39. Nou, wat is dan het verschil? Dan krijg je dus tot aan de 0, 29. En dan zit je nog eens 39 eronder. Dus AP is gelijk aan deze afstand. Is 29 boven 0, 39 eronder. Dus in totaal, hè, dus hier van hier naar hier is 29. Van daar naar daar is 39. Want je zit op min 39. Is 29 plus 39 is gelijk aan 68. Op dezelfde manier gaan we deze afstand uitrekenen. Dit stukje is al 20, want je zit op min 20. En je gaat door naar 13. Dus dan is dus BP is dus gelijk aan 20 plus 13. En dat is gelijk aan 33. En dat ga ik gebruiken. Ik ga nu even plaatsmaken. Dus ik heb hem even kleiner gemaakt. Ik heb even uitgegund wat een beetje vertroebelde. En dan ga ik de maten erin zetten. Nou, dit is een rechthoekige driehoek. AP is 68. Dus dit stukje zo is 68. En dit stukje is 33. En dan kan ik dit eventjes uitgummen. Hoppa. Daar heb ik nu mijn tekening gezet. En dan ga ik opschrijven in driehoek. PBA. PBA. A is hoek P gelijk aan 90 graden. Dus Pythagoras geldt. En die gaan we weer opschrijven. Nou, dat is dus BP in het kwadraat, of AP mag eerst. AP kwadraat plus BP kwadraat is gelijk aan AB in het kwadraat. Dan gaan we AP kijken, hoe lang was die ook alweer? Die was 68. Dus 68 kwadraat plus 33 kwadraat is AB kwadraat. Mijn leerlingen laat ik het dan omdraaien. Vinden ze ook fijn. En het kan zijn dat jouw docenten eerst dit gewoon laten uitrekenen. Maar ik doe het altijd zo. En dan krijg je dus AB kwadraat is dus gelijk aan 5713. Dat doe ik niet uit mijn hoofd hoor. Ik heb hier achter de uitwerking staan, zeg maar. Nou, en dan kunnen we AB uitrekenen. AB is de wortel daaruit. En dan moet je even gaan kijken. Waar willen ze het weten? De centimeters en op 1 decimaal. Centimeters en 1 decimaal. Is dus ongeveer gelijk aan
75,6 centimeter. Let goed op dat je die centimeters erbij zet. In een assenstelsel gebruiken ze vaak gewoon de eenheden en geen centimeters. Maar ja, het staat er heel duidelijk bij, dus moet jij het er ook bij zetten. 75,6 centimeter. Wil je weten hoe je af moet ronden? Daar heb ik gewoon een algemeen filmpje over, dat ik niet in ieder filmpje hoef te doen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!